Wacht, u bent familie van Silvesto? Blijf uit haar buurt! Oh, what the fuck? Wie ben jij dan weer? Wat moet je van ons zijn, vieze! Maar grootmoeder, dit is generaal Meindert. Hij is in Yennavaan. Hij wil ons vermoorden, net als de rest. Praten ze via elkaars gedachten? Hij kent ons? Wacht. Hoe ben je door grootmoeders spreuk heen gekomen? Alleen bloedverwanten kunnen door haar spreuk heen. Bloedverwanten? Ik ben geen familie van jullie. Ons bloed stroomt door zijn aderen? Maar dat kan niet. Toch is het zo. Grootmoeder, voelt u zich wel goed? Nee, wacht. Ze heeft gelijk. Jullie bloed stroomt door mijn lichaam. Het bloed van de familie Silva, toch? Het bloed van Vestor. Ze zegt dat Vestor al jaren dood is. Wacht, dat is hij niet. Hij heeft zijn naam veranderd naar Silvesto. En heeft de afgelopen 10 jaar Yennavaan geterroriseerd. Hij heeft mensen verminkt, verjaagd en vermoord. Hij heeft mij dit oog gegeven. Hij heeft zijn bloed gebruikt om dit oog te maken. Je snapt dat dit heel sterk klinkt. Mijn oudoom, die al jaren dood is, blijkt te leven. Sterker nog, volgens grootmoeders verhalen was Vestor een sukkel. Hij werd dokter omdat hij de gift van Silva nooit kon gebruiken. De gift van Silva? Wat? Ja, de psychische krachten die onze familie kan gebruiken. Dus het lijkt me heel sterk dat hij nog leeft. Wat denkt u, grootmoeder? U gelooft hem? Maar... Oké, prima. Luister, Meinert. Je hebt geluk dat mijn grootmoeder jou gelooft, maar wat moet je van ons? Wacht, oké. Laten we even beleefd beginnen, oké? We zijn met een slechte start begonnen. Wat is jouw naam? Ik ben Lux Silva. En dit is dus Estonia Silva. Aangenaamd. Ja, Meindert, dat wisten jullie al. Ik heb jullie hulp nodig. Ik wil meer weten over Silvesto. Silvesto? Silvesto, Vestor. Godver, die namen zijn ook zo verwarrend. Estonia, vertel mij, wat is Vestor van u? Hij was uw broertje, neem ik aan? Nee, Vestor was mijn grootmoeders oudere broer. Wacht, hoe? Met alle respect, maar hij ziet er vele malen jonger uit dan u. Toch is het zo, Vestor was haar oudere broer. Wacht, u bent Vestors jongere zus? Nee, ik snap dit totaal niet. Ik heb zoveel vragen nu. Ho, luister even. Mijn grootmoeder moet al haar krachten gebruiken om ons te beschermen tegen de Yennavaanen. Als jij er nou eens voor zorgt dat de Yennavaanen buiten ons met rust laten, dan vertel ik je daarna alles wat je wil weten. Deal? Oké, deal, ik doe het. Dit is ontzettend belangrijk. Ik ga het doen. Ik ga ervoor zorgen dat de soldaten hier weg zijn. Jullie moeten hier blijven, oké? Ja, fijn zaken met ja, je te doen. Ja, dankjewel. Wat ben je nou van ons? Hoe bedoel je? Nou, ons bloed stroomt door jouw aderen. Dat maakt ons bloedverwanten. Dus ben je een oom, een broer? Wat ben je? Weet ik veel. Een soort neef, denk ik dan? Juist, oké. Ga het maar regelen. Ja, ik ga het regelen. Fuck. Dus uw visies klopten. Vestor leeft nog. Dit is zo ongelooflijk raar. De familie Silva, de familie van Silvesto, is nu via bloed met mij verbonden, waardoor ik een soort van familie van ze ben. Wat? Hey, wacht even, wat is dit? Wacht, dit tral? Brandende Yennavaanse vlag. Is hij hier aankomen waaien? Oh nee. Oh nee. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd in het kamp? Het zal toch niet zijn dat de Yennavaanen zijn aangevallen door Kalysianen of erge Entropianen? Oh mijn god, het hele kamp is verwoest. Oké. Ik moet gaan zoeken naar overlevenden. En misschien goed uitkijken, want misschien in elk moment vijanden op de loer liggen. Entropianen, Kalysianen die de Yennavaanen willen verdrijven, of toch wat anders. Mijn god, holy shit, wat is hier gebeurd? Kraters, onthoofde lichamen en overal bloed, omgevallen bomen, hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk? Wat? The fuck? Maar ik heb ook helemaal niks gehoord.
Er moeten hier ergens overlevenden zijn. Hallo? Hallo? Oké, ik ga kijken in het hoofdgebouw. Misschien dat hier... Ja, ze hebben wel een tafel neergezet. Maar ja, dat heeft geen nut meer, want de hele muur is eruit geblazen. Dit is verschrikkelijk. En dit is bijna onmenselijk. Een bloedspoor. Hallo? Hey. Wat is... Soldaat, wat is hier gebeurd? Een man. Oh, kom aan bij de poort. Hij knalde door de poort en startte met moorden. Rustig aan, soldaat. Rustig aan. Hij spuugt overal bloed. We konden helemaal niks doen. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Eén man. Twee zwaarden? Hij was de beste zwaardvechter die ik ooit heb gezien. Oh mijn god. De demon in Eos. Tyrantor, waar is hij nu? Oh mijn god, hij is dood. Oh nee. Ik zit hier dus nu in het kapotte Jenavaanse kamp met Tyrantor. De allerbeste zwaardvechter ooit. Oh nee. Shit. Oké. Volgens mij ziet hij mij nog niet. Maar ik moet hier weg zitten komen zonder gezien te worden. Als deze man mij te pakken krijgt, ik kan hier niks tegen doen. En als mijn vermoedens kloppen, dan bestaat hij uit levende legendes. Ik moet hier weg zitten komen. Waar is hij? Oh, daar. God, wat heeft hij gedaan met de soldaten? Hij heeft ze gewoon in het vuur gegooid en verbrand hier. En die kraters, explosieven waarschijnlijk. Ik wil het allemaal niet weten. Oké. Goed uitkijken nu. Ik ga gewoon de sprint trekken naar de overkant. Kijkt zij, kijk niet. Oké, ik ben niet gezien. Oké, ik ben bijna uit het kamp. Heel even. Oké, nog een klein stukje, kom op. Daar is hij. Hij ziet mij niet. De verrader. Hij ziet mij. Kom hier. Ik moet weg hier. Krachtveld. Het zou hem tegen moeten houden. Maar hij staat gewoon stil. Wie heb je nou weer achter je aan? Lux! Dit is waarschijnlijk een demon die wraak wil tot Vestor. Oh ja, tuurlijk. Wacht, waarom valt hij niet flauw door het krachtveld van grootmoeder? Ik denk dat de wraak waar hij naar verlangt hem genoeg wilskracht geeft om Estonia's krachten te weerstaan. Maar hij kan niet meer verder. Beter zo. Kom mee naar binnen, we moeten iets bespreken. En laten de Jenavaan ons met rust? Oh, daar hebben wij voor gezorgd, meisje. Wij hebben ze allemaal vermoord. Ze lagen in de weg. In de weg van onze wraak. Jullie hebben beide het bloed van de verrader in jullie lichaam stromen. Sterker nog, wij voelen dat er nog een derde bloedverwant in dit paleis is. Nou, heel fijn voor je. Maar jij komt toch niet door het krachtveld heen. Kom, Meinert. We moeten grootmoeder waarschuwen. Inderdaad, naar het paleis. Ooit zullen jullie dit krachtveld moeten verlaten. En dan zullen jullie sterven. Grootmoeder. Er is een demon en hij wil ons vermoorden. Estonia, u moet naar ons luisteren. Ja, maar hij komt achter ons aan zodra het krachtveld valt. Goeie vraag. Meinert, hoe heette deze demon? Deze demon, volgens mij, hij noemde zichzelf Irendor, Remontor en uiteindelijk Tyrantor. Dat is hoe hij zichzelf noemde. Wacht, Tyrantor als in Tyrantor de Grote? De legendarische zwaardvechter van Jenava? Ik weet het niet zo goed. Ik snap het niet meer. Wacht,
Estonia, wat is de relatie tussen Vestor en Tyrantor? Ze heeft Vestor sinds zijn vertrek uit huis niet meer gesproken. Het enige wat ze hoorde is dat ze later dat hij met een aantal mannen naar Eos is gegaan en daar gestorven is. Eos. Eos! De tempel in Eos, daar is Vestor gestorven! Hij heeft die Zeis gepakt en veranderd in de man die wij nu kennen als Silvesto. En vervolgens heeft hij Remonter, Irendor en Tyrantor vermoord. Oh mijn god. Ik volg je niet meer, Meindert. Ik kan het zelf ook niet even beseffen, Lux. Ik leg het later wel uit. Laten we nu overleggen hoe we Tyrantor hier wegkrijgen. Hij kan aanvoelen waar wij zijn, dus vluchten heeft geen zin. We moeten hem hier en nu uitschakelen. Iemand ideeën? Nou, jij bent de grote generaal van Yennava. Waar zijn jouw tactieken? Hey, rustig aan. Ja, ik moet ook even nadenken. Ik wil ons allemaal beschermen hier. Nou, dat gaat lekker. Jij duikt hier op en binnen één dag staat er een demon voor onze deur. Let op je toon, meisje. Meisje? Noem jij mij nou een meisje? Ja, ik noem jou een meisje, verdomme, want dat is wat jij bent. Jij gaat eens even heel goed naar mij luisteren nu. Jij... Oh. Ik ben al stil, grootmoeder. We zijn al stil, stop. Heeft u een plan? U zet het krachtveld uit en laat hem het paleis binnenkomen. En vervolgens moet Meindert hem bezighouden, terwijl u een klein krachtveld om hem heen zet, zodat hij vast komt te zitten. Daarna kunnen we hem vermoorden. Wacht, ik moet gaan vechten met de legendarische Tyrantor. Ik ben niet in staat om te vechten op dit moment. Je hoeft ook niet te vechten. Je moet hem slechts bezighouden. Oké, prima dan. Prima. Grootmoeder, weet u zeker dat u dit aan kan? Dit gaat veel van uw kracht vragen. Silva's reliek... Natuurlijk, dit is een noodgeval. Meinert, jij moet wat doen. Jij moet naar boven gaan en de familie Silva reliek halen. En dat zijn? Dat zijn twee voorwerpen die in de Silva bloedlijn van generatie op generatie zijn doorgegeven. Vlak voor de dood van elke generatie wordt hun energie zeg maar opgeslagen in deze relieken. De vrouwen kozen een ring als reliek en de mannen een zwaard. Grootmoeder heeft de kracht van haar vorige generaties nodig om deze demon tegen te kunnen houden. En aangezien jij een soort van familie bent, kan jij het zwaard gebruiken. Dat zou inderdaad moeten helpen. Waar kan ik deze relieken vinden? In het hoogste toren van dit paleis. De wat? De hoogste toren? Dat staat praktisch op instorten, man gek! Ja, en precies daarom ben jij echt de perfecte kandidaat voor dit klusje. Jij bent zo vastberaden, jij kan er vast wel voor zorgen dat de boel niet in elkaar stort, hè? Het is dat het niet anders kan. Oké, ik doe het. Ik ga die relieken halen en dan ben ik zo weer terug. Is goed.